Dat is zoals je quote hè, van, uh, als, als zelfstandige: van, uh, ja, je kiest nu zelf welke 12 uur per dag je werkt. <laughs> als je echt vanuit een passie begint, dan, dan is het dat, dat ook waar. Het is heel hard, hard gaan en knallen voor, voor je dromen. Dit is Wondernemen van Telenet Business. Een podcast waarin ik praat met kleine ondernemers met grote dromen. Ondernemers die begrijpen dat ondernemen niet zomaar werken is, maar eerder een state of mind. Die er 200% voor gaan en blijven gaan. En dankzij de digitale tools en technologie kunnen ze altijd en overal ondernemen. Mijn man zegt ook altijd dat mijn gsm een verlengde van mijn arm is. Maar hoe bewaak je dan je work-life balance? Trial and error. Ik ben Christophe Morre, businesscoach en ondernemer. In deze aflevering van Ondernemen praat ik met Judith Coffee van Bouquet Boho. Judith maakt boeketten van droogbloemen in Bohemian style. Het is eigenlijk een, een uit de hand gelopen hobby. Ze deed dit eerst als hobby, maar ondertussen heeft ze ook haar eigen zaak. Ik ben heel benieuwd naar het vinden van een work-life balance als startende ondernemer. Welkom bij Wondernemen. Dag je dit goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel voor het uh, fijne ontvangst hier in uw atelier in Tiene. Heel graag gedaan. We zijn uh, hier omringd met allerlei kleurrijke bloemen en, en planten en ook uh, wat andere soorten planten die heel <laughs> en veel plusjes ja. geven. <laughs> <Pampas, ja. laughs> Kunt je eens even uitleggen wat doet Bouquet Boho juist? Uh, met Bouquet Boho is uh, de bedoeling dat we uh, aankledingen doen van winkels, van restaurants en uh, van evenementen. Um, daarnaast maak ik ook uh, boeketten voor interieurs en andere stukken. Uh, hier zijn ook vrije toegangsmomenten, dat klanten gewoon kunnen binnenspringen uh, voor een cadeautje te laten maken. Of uh, andere creatievelingen die dat tips komen halen um, en die uh, losse droogbloemen komen plukken. Dus het is eigenlijk een, een samenrapsel van, van alles rond uh, droogbloemen. Ja. Hoe zijn ze daarin verzeild geraakt? Het is eigenlijk een, een uit de hand gelopen hobby. Okay. <laughs> um, dus dat maakt dat elke dag werken heel leuk is natuurlijk. Het is zo dat ik van opleiding helemaal geen florist ben, maar um, dat, dat is ontstaan door uh, eerst in, in de velden allerlei materialen te plukken en uh, daar dingen mee te maken thuis. Dat begon op zolder in ons rijhuisje. En dat is uh, uitgemond tot een uh, pop-up-pand hier in, uh, in het oud College van Tine. Ja. Je doet heel veel. Um, wat zijn voor u daar de, de uitdagingen in uh, van, van zo? Het zoeken van ja, wat wil ik nu meer doen of wat minder? Of, of? Leren nee zeggen op bepaalde uh, vragen die je binnenkrijgt. En uh, leren filteren, omdat je inderdaad wilt, wilt groeien met je bedrijf en naar bepaalde opdrachten meer en meer wilt gaan. Uh, nu is dat bijvoorbeeld uh, dat ik al begin te filteren in, in, in gewoon boeketjes maken. En zo, dat ik eerder meer en meer naar totaal aankledingen ga. Um, voor evenementen en, en bedrijven. Dus ja, dat is wel de bedoeling. Zeker nu, na corona, dat we meer en meer terug, hopelijk, grotere evenementen mogen doen en dat we daar meer naartoe gaan groeien. Ja. Ja, dan ik vermoed dat dat gewoon wat minder over en weer gemail en gepingpong is voor eigenlijk ineens absoluut. een grotere opdracht. Ja, uh. absoluut. Dat is ook inderdaad de bedoeling. Dat we het meer gaan, uh, gaan bundelen. Ik heb dat ook uh, geprobeerd door nu de stap te zetten van, van uh, een model van itemprijzen naar pakketprijzen. Mm -hmm. Dus dat maakt al een beetje die sprong ook. Dat we meer naar uh, die totaalbelevingen gaan rond. Uh, Bepaalde gebeurtenissen in het leven, zoals geboortes, rond huwelijken, dat ze eerder echt een pakket gaan aankopen bij mij. En dat maakt ook minder, inderdaad, heen en weer verkeerd. Ja, ja, ja. Klinkt uh, vrij tijdsintensief. Dat wel, ja, maar het is het helemaal waard. Ja, ja, dat is eigenlijk dat, we, dat, we, dat ik wel probeer als, als chaot om er toch een beetje een, een structuur in te gieten hoe dat het klantencontact uh, gebeurt. In eerste instantie krijg ik meestal een berichtje op. Instagram of, of, uh, of via alle andere sociale media kanalen binnen. Um, en ik probeer dat al een beetje te sturen naar mijn website, dat ze de pakketten kunnen zien en dat ze mij echt via mail contacteren. Dat maakt al dat ik een, een gestructureerde basis heb, dat ik uh, de informatie al een beetje uh, beknopter uh, binnenkrijg. Um, en dan hebben we eigenlijk een traject dat er ofwel een afspraak is hier in het atelier, ofwel uh, een, een Zoom-call. Want ik heb ook klanten in Nederland zitten of, of ja, over heel België verspreid dat het een beetje ver is om naar Tina af te zakken. Dus dan uh, doen we het digitaal via Zoom. Do, 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 do. Wat zijn zo de dingen die je het, het allerliefst doet in je in in job? Hè? Ik bouw heel graag installaties. Ik vind, ik vind het echt geweldig om mij. Ja, ik, dat is zo'n beetje die stress die je voelt, zo, dat je pusht voor, voor nieuwe creatieve uitdagingen. En, en rond dat design uitwerken daarvan. Uh, maar dat, dat doe ik wel het liefste. Dat geeft me zo'n beetje die adrenaline. Uh, en achteraf als je dan echt iets groots gebouwd hebt en dat je dan eerst uh, in muren diepe gaten zit te boren, heel die mechanics zet en het ophangen om dan uh, je bloemen daarin te kunnen verwerken, ja, dat geeft me toch wel heel veel voldoening. Ja. Van waar haalt je zelf je inspiratie? Uh, ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Hè. Dat, dat hoeft zelfs niet per se uh, bloemen gerelateerd te zijn. Dat kan ook zijn dat, dat ja, een verhaal van een klant dat mij inspireert. Uh, bij huwelijken heb ik dat heel vaak ook van het van trouwkleed. Ik weet niet hoe dat komt, maar zo, ja, dat kan echt alles er rond zijn. Dat kan een verhaal zijn, dat kan een schilderij zijn, een beeld zijn. Uh, dus ja eigenlijk laat ik mij wel inspireren door, door alles rond mij in mijn omgeving dat vind ik net leuk ja. ja bouwt je daar voor je eigen dan ook tijd voor in om dat creatief proces zo aan de gang te laten gaan of komt dat vanzelf bij u? vaak overvalt mij dat maar ik probeer wel wat dat heel belangrijk is voor mij merk ik om mijn hoofd fris te houden is dat ik soms echt Loslaat. Want dat is bij mij wel een moeilijke soms: dat ik te lang bezig ben en te lang echt met mijn neus op de bloemen zit of op, met mijn neus op de administratie zit. En uh, dat is misschien grappig, maar mijn hond heeft mij daarmee geholpen. <laughs> Want uh, dat is een heel energiek beest, dus ik moet heel veel gaan wandelen op een dag. En dat helpt eigenlijk om mijn hoofd helemaal leeg te maken. En als kind had ik dat ook al: dat ik. Um, zo veel in de natuur moet zitten om, om, om rust te vinden. En dat helpt mij dus ook wel weer om mijn hoofd leeg te maken en om ja, frisse ideeën terug in mijn hoofd te kunnen laten of zo. En misschien dus... ook om je taken af te bakenen, want je ja. weet, ik heb eigenlijk nog een uur voordat ik weet ja. niet hoe dat je hond heet, uh, te, te gaan wandelen. Ja, ja, uh, ja, dat klopt. Meestal doe ik dat ook uh, rond de middag zo. Dan uh, doe ik eerst uh, in de voormiddag... Word ik traag wakker, want ik ben vooral een avondmens. dan word ik wakker met mijn administratie. Heerlijk <laughs> met, wakker, worden. Met, ja, fantastisch. Maar dat mag dan in pyjama met nog een koffie erbij of twee of drie. <laughs> dat, je, dat je eerst uh, je berichten beantwoordt en zo. En dan ga ik smiddags wandelen om al dat computerwerk en schermwerk los te laten. En dan in de namiddag ga ik aan de slag met mijn handen. Dus dat maakt dat, dat mijn hoofd terug vries is, eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. 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 Zijn er dingen die je echt vandaag minder graag doet? <laughs> ik, ik denk dat ik niet de enige ga zijn dat dat uh, administratief luik, dat dat toch niet zo uh, mijn ding is, maar het hoort er nu eenmaal bij. Hè. Uh, en wat is dat dan voor u die administratie? Uh, dat is uh, ja, offertes maken, heel veel. Uh, cijfertjes. Alle cijfertjes, ja. Uh, ben ik niet, uh, ja op zich uh, ben ik daar niet zo, zo goed in ook. Hoe laat je je daarin in ondersteunen vandaag? Een goede boekhouder is heel belangrijk. Oh. Dus uh, ja, dat is wel belangrijk. Een boekhouder die dat je ook echt als... als niet als een nummertje, maar als een persoon die je nu daarbij gaat begeleiden. En daarnaast, planningsgewijs... Uh, ik heb al aangehaald dat ik een beetje een chaot ben. Uh, een creatief brein. Dus ik, ik, voor mezelf probeer ik wel in te plannen dat ik minimum één dag per week... Wel, uh, mijn, mijn mails probeer echt in te halen als ik daar een achterstand in heb door te veel op verplaatsing met opdrachten bezig te zijn. En daarnaast uh, mijn administratie uh, bijhoud. En ja, ik denk ja, nog meer zo: ik heb een, een planning app en zo, dat je zo echt wel die to-do's uh, kan bijhouden. Want anders gaat dat in mijn hoofd een beetje. Door elkaar. Dus uh, ik heb wel zo'n dingen nodig om uh, een beetje structuur aan te brengen. ja. Welke API zijn bijvoorbeeld? Uh, ik werk bijvoorbeeld met uh, Trello. Dat is zo'n soort. Uh, Planningsapp, met, met, waar dat je um, workspaces in hebt, dat je al je to-do's uh, in kan zetten en zo. Uh, dus dat is één dat ik wel. Uh, dat is dan heel en, visueel of zo, dat je ja. ze doen? Uh, ja, ik ja, heb doen, dat nodig. Of, zo, echt zo'n bordjes dat je naast elkaar kan slepen. En uh, dat je, ja, ik heb dat nodig dat dat visueel duidelijk is wat ik moet doen. Ik ben ook altijd een kribbelaar. Dus uh, die, die, die apps helpen mij dan om die, die gedachten sprongen en die, die kriebels op papier. Ik die toch een beetje gestructureerd in een app ja. dan gegoten krijg. Ja. Ja. Nou, Strello zijn er nog andere apps die je die admin een beetje doen verlichten? Uh, het is eerder, denk ik, plannen, dat bij mij ook een moeilijke is. Uh, rond dat, dat creatieve. Dus, dus ik heb wel nog apps die mij helpen uh, plannen uh, wat ik moet posten op Instagram en hoe dat ik dat moet bewerken. Fotobewerk-apps. En, en dan mijn. mijn Oenum-app is zo'n app dat je echt kan kijken voor je feed op Instagram, dat je gaat plannen wanneer je welke post uh, gaat plaatsen of dat dat mooi visueel past in je, in je bord. Dus uh, ja, die app gebruik ik wel, maar ik denk dat er wel nog uh, ruimte is voor administratieve apps om ja, dat toch nog ja. een beetje meer te ondersteunen, ja. Ja, want je spreekt over offerten en facturen en ja. zo. Dat, uh, in ja. hoeverre heb je daar al... Is dat nog een heel, heel manueel proces? Dat of is, is nu nog heel manueel, inderdaad. Maar ik merk wel, hoe meer er grote opdrachten bij komen, dat dat misschien wel iets interessants is uh, om een app te hebben om uh, facturen te maken en zo dat, dat ja, nog wel kan helpen. Ja, ja. een soort, hey, er bestaan apps of, of, of tools online, zoals bijvoorbeeld een teamleader of een Yuki of, of die van die ja. zaken, waar ja. je eigenlijk een template in zit. Dus dat blijft heel persoonlijk, ja. maar daar kunnen wel echt gewoon zeggen, van. Oké, okay, ik heb hier verschillende artikels. en bijvoorbeeld ik zeg een uh, conceptfase is zoveel euro voor uh, ja. die klant in zoveel boeketten. Ja. Je maakt die offerte. Die offerte kan die online zien. Kan die daar al aanvaarden? Uh, meteen. En dan kun je daar direct een factuur van maken. En die apps die communiceren zelf rechtstreeks met je boekhouder, Die gaan automatisch in je boekhouding. Dat zou dus wel een goede meer... automatisering zijn, ja. dat weer tijd bespaart. Voilà, ja. voilà, inderdaad. <laughs> dat zijn dingen dat je die niet graag doet. Ik hoor nu één dag per week, dat is 20% van je tijd, eigenlijk met dingen dat je misschien niet super graag doet. Nee, dat je klopt. liever eigenlijk ja. meer. Uh, naar je creatief proces uh, leiden, dus dat uh, ja. is wel een heel interessante om, uh, ja. om eens naar te kijken. En jij ik opschrijven, zo. straks ja. zo gezegd. <laughs> ja, dat, dat, dat hoor je vaak, hè. gewoon als start ondernemer, want dat, dat zijn dingen die dat geld kosten, ja. maar je daardoor niet meer een dag in de week moet ja, dingen, maar gespaard, een uur in de week, je wel, ja, als je ja. dat kunt uitrekenen, is dat ja. misschien wel heel interessant. Hè. Ja. Wat zijn nog zo'n dingen die je gebruikt die dat je... Daarin helpen? Uh, in, in mijn proces met klanten, uh, ja, dus, dus begint het al als ik enkel online met klanten kan afspreken via Zoom. Mm -hmm. uh, Hoe doe de die afspraken? Ja, dat is ook weer een goede <laughs> Nu is dat, is dat allemaal manueel, inderdaad. Okay. Dat, uh, ik heb zo vaste dagen wel, dat ik voor mezelf al gestructureerd heb van hey, op die dag, op dat uur, die dag, op dat uur. Dat, dat. Maar ik zet dat altijd op mail naar mijn klant: van kijk, op die dagen kunnen we afspreken. En dan geven zij hun momenten door en dan binnen we zo een datum. Ja, dus dat ja. zou eigenlijk ook nog. Geautomatiseerd misschien kunnen worden. Of? Dat, dat, dat klinkt inderdaad hey, iets, uh, een hele quick win, zo'n Calendly of, of Equity. Mm -hmm. um, Daar geeft inderdaad je slots in. En bijvoorbeeld ja. van oké, okay, um, de klant kan. Ik zeg maar een half uur of een uur inboeken yeah. en die kiezen zelf hun, hun slot. Hun dus eigenlijk slots, in plaats van yeah. uh, timing slots door te sturen naar je klant, misschien antwoord je pas twee of drie dagen later en ondertussen yeah. heeft iemand anders yeah, dat slot al is, ingevuld. Yeah. Um, Stuur eigenlijk gewoon de link. Uh, je kunt dat ook weer een beetje branden, dat hij, dat hij yeah. een beetje boekje boho uh, yeah. eruit ziet. En dan zien ze gewoon van, oké, okay, die en dag, dat slot pak ik in, jij krijgt er een melding van hun agenda, yeah. komt die persoon met telefoonnummer en alle gegevens komt dan langs of zo. Dus yeah. dat is ook een, een heel interessante... Dat is eigenlijk ook weer een win-win naar je ja. klant, want ja, die wil ook niet wachten, van ja, moet ik dat nu vrijhouden? Ja, gaat dat kunnen ja, ja. of niet? Dus dat ja, zo, ik ga het gaat wel weer sneller. Ja. Ja, ja, ja. Doe, 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 doe. Waar zet je vandaag de dag het meest fier op als, als ondernemer? Dat ik gewoon nu iets doe dat ik elke dag van geniet, dat ik het doe, en dat ik die stap heb durven zetten. Ik had op zich een, een goed betaalde job, een goed diploma, en dat ik toch heb gedurfd om... Uh, Hiervoor te gaan. Terwijl, uh, ja, uw omgeving uh, toch zo'n beetje twijfelachtig stond. van, hm, Zou je dat wel doen? Uh, en dat ik dat gedaan heb en, en dat ik daar ook een heel organisch proces in heb. Dat, dat ik meer eigenlijk van, ja, ik heb wel doelen, maar dat ik mezelf wel rust geef in die doelen of zo. Dat het wel zo wat organisch mag, mag groeien, allemaal. Dat ik mezelf dat toelaat, waardoor ik mezelf veel minder druk opleg dan dat ik vroeger had. Dat ik dat kan, die, die andere manier van in het leven te staan of zo. <laughs> ja, je kiest er zelf voor, eigenlijk. En het zijn niet per se de doelen van in een voilà. andere job ja, of zo die ja. dat je moet halen. Uh, vroeger had ik ook veel meer het gevoel dat, dat ik moest presteren, dat ik moest carrière maken, dat ik... Uh, uh, en, en op zich... Ik dacht misschien wel dat anderen dat wouden, maar ik legde mezelf dat eigenlijk vooral op. En, en nu heb ik meer dat ik echt voor mezelf gewoon bezig ben, dat ik groei, maar dat het niet meer zo uh, op zo'n pusherige carrièregerichte manier is zo. Heb je het gevoel dat je veel minder werkt dan vroeger? Dat zeker niet, nee. denk ik. Het, het voelt misschien zo, maar het is wel niet zo, denk ik. Nee, nee, nee. <laughs> dat hoorde vaak vaak, van sinds ja. ik voor mezelf werk, he, denkt iedereen, al, oh, je hebt gemakkelijke uren en heel flexibel, ja, en he, je voelt ze nee. om, oh, maar eigenlijk zijn <laughs> ze keihard aan het werken. Dus, uh... Ja, nee, uh, dat is zoals je quote, he, van, uh, als, als zelfstandige, van, uh, ja, je kiest nu zelf welke twaalf uur per dag je werkt. <lacht> ja. <lacht> dus ja, je... je je werkt continu omdat je eigenlijk ook altijd bereikbaar bent hè? via die sociale media kanalen. Dus dat, dat is wel ook moeilijker om dat af te bakenen. Hè? Dat je dat kan loslaten. Omdat, ja, bouquet boho is ik, maar ik ben niet bouquet boho. Snap je dat je dat, je dat kunt... Om, allee, dat je ook nog iets anders zijt dan enkel je bedrijf. En dat vind ik soms wel moeilijk, omdat dat zo dicht bij mij ligt als persoon. Is dat dan de, altijd en overal bereikbaar? Wat, wat is er een, een impact van op je persoonlijk? Uh, goh, ja, dat, dat je inderdaad moet zorgen dat je ergens, ergens wel uh, rust moet kunnen inbouwen voor jezelf. Hè. Soms merk ik dat, zeker nu, ik ben al heel lang niet meer weg geweest op vakantie, uh, en ik merk wel zo echt weg zijn dat dat helpt om los te koppelen. Want als je hier blijft rondlopen, <laughs> dan word uh, ja, je, je wordt snel ingehaald. Hè. Je zit op WhatsApp misschien privé een berichtje aan het sturen en dan krijg je weer een berichtje binnen van een klant en dan ga je daar toch snel weer op, op reageren. Dus het is moeilijker. Het, het loopt zoveel meer in elkaar over. Dus uh, ja, het is wel een uitdaging om dat op tijd te kunnen. Wegschuiven die gsm. Ja. Is, dat, is dat voor u ook een, een doel om dat wel te kunnen? Of is dat voor u juist dat... een, een, een voordeel van het, het is zodanig verweven en laat maar komen? Het mag verweven zijn, maar ik merk wel dat ik soms toch eens het meer moet kunnen wegleggen of zo. Dat dat toch wel iets is dat ik aan moet werken, dat ik dat soms kan. Want mijn man zegt ook altijd dat mijn gsm een verlengde van mijn arm is. En dat hij vaak mee in de zetel of in bed belandt, die gsm, dat je nog even een berichtje of... Dus ik moet dat wel eigenlijk leren, om dat soms eens meer weg te kunnen leggen. Ja. Ik heb hier ook nog een paar uh, statements. Um, ik ga er een ja. paar voorlezen. Ik wil heel graag weten hoe, dat je, hoe dat je daarin staat. Mm -hmm. um, the best way of learning about anything is by doing. Ja, ik vind dat een hele goeie, eigenlijk. Omdat um, ik, heb, ik ben geen klassieke florist... Dus uh, bij mij is dat eigenlijk echt ontstaan door te doen, door te experimenteren. En uh, ik heb ook heel veel volgers die mij dat vragen. Van, uh, ja, hoe, hoe komt dat je dat doet? En hoe komt dat je dat kunt? Um, en ik zeg dan altijd van ja, doen, 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 proberen. Uh, inspiratie opdoen. Uh, mensen volgen dat, dat je een mooie stijl vindt hebben. Maar dan voor de rest echt gewoon... Er zelf mee aan de slag gaan. En doordat je trial and error, doordat je probeert en, en dat lukt niet en je blijft oefenen en je probeert dan dat weer eens, uh, ja, dan, dan creëert je ook je eigen stijl en uh, krijg je expertise in wat je doet. Ja. Heb je in je omgeving met het opstarten wel gevoeld van ja mensen zijn zo soms wat te risicoavers en zijn zo te. Ja. Veel schrik van, oh, zouden dat wel doen? Ja, ik denk dat dat bij ons heel, heel hard ingebakken zit van uh, nog dat, dat ja, de, die stabiele basis van een goed betalende job om een huis te kunnen kopen, om eh, huisje, tuintje, kindje, dat je je werk doet om uh, je rekeningen te kunnen betalen. Maar ja, ik, ik heb wel verschillende mensen in mijn omgeving. Dat ik weet van die doen hun werk eigenlijk niet zo graag, maar die blijven dat doen omdat ze die zekerheid hebben meegekregen van, van ja, daardoor heb ik wel mooi mijn, mijn loon opmerking. Ik denk dat er heel veel wordt uitgegaan van soms heel extrinsieke motivatie. Hè. Inderdaad, ja. hè, je krijgt een chique auto en ja. je loon en dan kun je dat huis kopen. Maar ja, als je dat huis hebt, kun je niet meer stoppen met je job, want je moet dat huis wel ja. afbetalen. Ja. En je zit zowat in een struggle, maar eigenlijk heel... Extrinsiek betaald, bepaald is van buitenaf, van ja, dat, dat is inderdaad het huisje, tuintje, boompje, kindje. Um, terwijl ik voel dat bij u de, uit een passie is ontstaan en heel intrinsiek eigenlijk van ja. die goesting van dat creatief proces en zo. Is ja. je daar een ultieme tip voor voor iemand die nu in die situatie zit van ik zit eigenlijk op mijn job heel extrinsiek en eigenlijk heb ik wel een goestingeske om iets zelf op te starten. Gewoon doen. <laughs> ja, dat, ja, dat je je ook niet naar beneden mag laten halen door uh... Twijfels uit je omgeving. Hè? Dat je moet geloven in, in wat je zelf voelt en wat je zelf uh, ja, droomt en denkt. En dat je dat moet gewoon proberen. Al, al is het dat je het eerst hobbymatig uh, probeert. En dat je wel nog je, je veilige basis hebt als je inderdaad uh, zaken hebt die je moet kunnen afbetalen. En uh, dat je voor brood op de plank moet kunnen zorgen. Maar dat je ja, toch probeert om, om dat te gaan onderzoeken. Dat je dat wel durft. Ja. Hm. Een goede oefening daarin is ook je een, uh, een effectieve worst case scenario is opschrijven. Ah, je zegt van ja. stel dat mijn zaak niet werkt, of whatever, wat is dan mijn worst case scenario? Ja. Van waar, op wat moet ik terugvallen? Of wat, wat, wat zou ik dan kunnen gaan doen? En ja, misschien moet ik dan een, een interim job gaan doen of whatever, om, om hey, twee, drie dagen per week te gaan werken, om net mijn uh, huis af te betalen of dergelijke. Ja. Ja. Maar dan heb ik toch nog wel meer vrije tijd om toch voilà. die, die, die zaak ja. op te ik starten. Ik heb dat ook gedaan in het begin. Hè? Ik had de keuze van ga ik terug naar mijn oude job of, of doe ik dat niet en ga ik uh, nu echt gaan voor... voor mijn hobby, maar ik heb toen wel besloten: van ja, kijk, ik moet hier wel ons, ons huis kunnen blijven afbetalen. Dus ik ben uh, dan gewoon gegaan voor een, een job dat ik mijn rekening kon, rekeningen kon betalen, om dan genoeg tijd te hebben om van uh, mijn hobby mijn beroep te kunnen maken. Dus ik ben dan uh, in een boutique gaan werken, wat op zich echt leuk was, uh, maar voor mij was dat belangrijk om een job te doen. Deur is toe, het is gedaan en ik kan mij volledig focussen op. op uh, waar ik mijn beroep van wil maken. Ja. Um, zijn er voor u nog bepaalde zaken dat je absoluut in deze aflevering Wondernemen wilt aanhalen? Dat je zegt, van, dit moet ik echt nog gezegd hebben? Ja, dat, dat je, Inderdaad, ja, je, ik, ik vond dit heel inspirerend om, om uh, nog eens bevestiging te krijgen van... Uh, Ga, ga ervoor. Ga voor je, ga voor je droom. Probeer. En, en dat het niet erg is om even, uh, zoals ik heb gehad, dat je even diep zit en even niet meer weet van, van wat moet ik doen? Uh, wat wa heeft nut voor mij? Voor uh, echt uh, iets te betekenen? Dat je, als je dan echt iets gevonden hebt dat je heel, heel graag doet, dat je daar ook echt voor gaat. En dat je dat niet tot op, op je zolderken houdt in je rijhuisje, maar dat je dat echt ja probeert voor te gaan en, en daarin groeit. Ja. Top. Dankjewel, Judith, voor de, deze inspirerende babbel. Heel en graag verder. gedaan. Het was leuk. <laughs> en uh, verder, uh, pluk de dag. Ja, ja. Dat zal ik doen. <laughs> <laughs> Dit was Wondernemen met Judith Koffie van Bouquet Boho. Voor we afsluiten, misschien nog een paar vraagjes voor jou. Zit jij op een punt in je leven waar je voelt van oh, ik moet echt iets gaan doen wat ik graag doe? Wel, wat houdt je tegen? En benoem misschien ook eens echt je worst case. Stel dat het allemaal niet lukt. Waar kan je dan op terugvallen? Zo ga je misschien merken dat het allemaal niet zo akelig is. Ben je benieuwd hoe andere ondernemers hun work-life balance aanpakken? Neem dan gerust een kijkje op wondernemen.be. Bedankt voor het kijken en hopelijk helpen deze tips jou en jouw onderneming verder vooruit.